In de voetsporen van Chrissie Jeugd. We gaan naar baasje en vrouwtje toe. We gaan naar huis. Het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Loop hier eentje heel achtelijk te doen. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. Whether you like it or not. Wij zijn aan de wandel zonder Romke. Het is lekker weer, de zon schijnt. Dus we gaan er even een lekker wandelingetje van maken. En we lopen vreselijk voor gek. Chris heeft zijn verfbroek aan. En heeft hij deze schoenen onder. Ga zitten. Ga zitten. Oh. En ik zijn in Oudtjerk, of Oudtjerk, volgens mij Oudtjerk, bij Stania Staten. Dus een bos en een soort landgoed. En het is hier heel mooi. Wij gaan lekker wandelen. Ja, leuk hè? Gezellig, kom, we gaan. Had je dit ooit gedacht, mijn vriend? Dit had je nooit gedacht, mijn vriend. Jij was mijn allerbeste vriend. Nu roep ik hasta luego, hasta luego, hasta luego. Tot kijk tot ziens, tot kijk tot ziens. Een hele goede middag. Ja, het is middag. Wij zijn in Lietsewierum. Daar lopen we nu net uit. Het is zondag vandaag. Ja, we zijn lekker aan het wandelen. Zonder Romke. Ja, we lopen nu in de voetsporen van Chris en Jeugd. Zo, wat zeg je dat mooi. Zeg ik dat mooi, hè? Ja. In de voetsporen van Chris en Jeugd. Die is hier geboren ook, hè? Ja. Nee, niet. Niet? Hij is hier niet geboren, maar wel getogen. Hij is hier opgegroeid. Hier heeft hij gefietst, geschaatst, in sloot gelegen, gevist. Ja, dat soort dingen. Ja, heel anders dan mijn jeugd. Maar wel mooier, denk ik. Wat? Daar, dat dorp, ja. Waar lopen we nou heen? Het is hier mooi. Ja, ik heb hier ooit eens eerder gevlogd. Toen waren we hier met Romke. Die was toen lekker los. Romke komt vanmiddag weer. Die hebben we gemist. Kleine stinkert, ja. Daar is de zwaluwwand dus. Van die gaten in voor de nestjes van de zwaluw.
Nou, we zijn een uurtje verder. En we lopen nu weer richting Lietsewieren. Waar de auto staat. We zijn helemaal ook rondgelopen. En ik voel het nou ook wel. Oh. Daar heeft mijn vader gereden, die boer. Daar? Ja. Ronke die niet met mij in de auto wil. Kun je ook even doorlopen? Kun je even doorlopen? We gaan. We gaan de baasje en vrouwtje doen. We gaan naar huis. Ja. Hey. Hey schat. Hoi. Hoi lieverd. Waar is je dat papier? Dat is baasje. Ja. Ja. Het is vandaag maandag. Ik heb net gewerkt. Ik kom net terug. En het is zo'n onguur koud, regenachtig rot weer. Maar er is één lichtpuntje. Maar er is ook weer een minpuntje, want het lichtpuntje is weer thuis. Dit is het lichtpuntje. Maar het minpuntje is dat ik nou in dit vieze rot weer naar buiten moet. Hij is natuurlijk een hele week weg geweest, onze Romske Bomski. Maar toen moest Celine natuurlijk met hem naar buiten. En nu moet ik zelf weer. Romski, ben je ook blij weer thuis te zijn bij het vrouwtje? Ja? Ben je ook weer blij? Ja, hè? Kunnen we weer de hele dag knuffelen? Ja? Romke houdt ook zo van knuffelen, hè? Oh. Mm. Mm. Zo lekker. Oh. En ik heb het boompje al lekker aangedaan. Dus. Zo, we hebben nog even de lampjes opgehangen, want dat moest nog. Ja, nu is het even donker. Dat moest nog steeds, en de hele buurt heeft het al. En wij lopen weer achter natuurlijk. Dat zal ik even laten zien. Nou, ja, hier zijn een paar stuk. Maar dat maakt niet uit. Doe je dat gewoon aan deze kant. Nou, ze hangen. Kijk eens hoe gezellig. Want we hebben de buren het, wij hebben het. En daar hebben ze het. En de overkant is mooi één geheel. En dan hebben we de overburen. En daar hebben ze het ook al. Ga mee. Ga mee. We moeten uit, schat. Kom maar. Ja, 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 ja. Oké. Die. Ja, het is al laat, hè. Vrouwtje is weer andere dingen aan het doen. Maar ik hoorde dat je bij Celine ook tot 9:45 sliep. En toen pas uitging. Dus dan moet je niet zeuren nu dat het wat later is. Even vastmaken, die schoenen. Zo fijn dat ik mijn VETA-diploma heb. Nee hoor, heb ik niet. In mijn tijd had je dat nog niet. Ik ben een beetje aan het dollen. Weet je. Het is even naar aanleiding van een reactie onder een vlog van mij. Onder een shopvlog. Iets onbenulligs eigenlijk. Going into that deep squat, and then you can see that she ends up sitting into the hips in order to get more of a stretch in the glutes, and then work on the mobility in that hip joint area. So when it comes to sets, reps, and... Zo, ik kreeg een pakketje binnen van Nora. En ik zag dat ze hele leuke mondkapjes hadden. En ja, dat heb ik nu binnen. Ja, ik heb het al opengescheurd. Ja, een beetje zonde, een beetje jammer. Maar ik dacht ineens van, oh ja, ik had wel even filmen. Ik zal hem even openmaken. Zal ik hem even opzetten. En dit is dus een met plooitjes. Die ik nu heb, dat is zo'n model met zo'n punt op de neus. En ik vind dit toch mooier altijd. Dus ik heb hem met één hand open te maken.
is die al. Nou. Ik zal hem even op gaan zetten. Nou. Dit is hem dus. Sluit mooi aan. Zit lekker. Voor zover de mondkapje lekker kan zitten. Heel leuk. Bij Nora. Nora EU. Gewoon een website. Ik geloof dat ze €3,95 het stuk waren. Even kijken of dat op de pakbon staat. Ja, €3,95 het stuk. Zo, lieve mensen. Ik was alweer terug uit het werk. Het is vandaag vrijdag. Ik ben helemaal af. Ja, ik was vanmorgen het werk gefietst ook. Want het was droog. Ik denk, dan kan ik ook wel fietsen. En die rit duurde ook zo lang. Ik weet niet waarom. Het duurde gewoon langer dan anders. Ik weet niet. Ik had het gevoel of ik heel lang moest fietsen. Dat ik normaal altijd het werk fiets. Het eerste wat ik altijd doe als ik thuis kom op vrijdag. Is dan altijd even checken. Hoe de reacties zijn onder mijn YouTube film. Ik heb altijd de weekvlog op vrijdag. En ja. Ik heb toch altijd hele leuke, lieve reacties. En daar ben ik er zo blij mee. Ik heb zelden negatieve reacties. Ja, verleden keer op mijn shopvlog had ik 2 negatieve reacties. Maar volgens mij waren dat mensen die nog maar net op mijn kanaal kwamen kijken. En vonden dat ik de 50-plusser wat onbenullig neerzette. Over boodschappen te praten. Nou ja, die snapte volgens mij niet wat een shopvlog is. Ik vind het altijd leuk, die leuke, lieve reacties. En kijk, ik heb natuurlijk nog niet zoveel abonnees. Dus ik kan nog vrij snel reageren en er wat leuks op terugzetten. Maar ik kan me voorstellen dat als je heel veel abonnees hebt, dat het dan best wel lastig wordt als je ze allemaal antwoord moet geven. Nou, er lag wat in de briefbus. Een cadeautje van de postcode loterij. Maar dit is een kerster met ledverlichting. Batterijtjes, denk ik. Oh, dat is zo'n... Zo hadden we ze vroeger thuis ook. Komt mooi uit, want onze eigen kerstster is stuk gegaan en de lampjes voor zijn stuk gegaan. Dus van alles gaat stuk deze kerst. Goed, ik heb de pizza in de oven zitten. En we gaan straks lekker kijken naar Netflix, denk ik. Toch? Ja. Een paar afleveringjes van de Blacklist weer. Ja. Dat gaan we doen. Even een lekker drankje erbij zo. En onderuit. Ja, lekker. Zin in. Maar ik ga ook de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer je op mijn kanaal. Dat is die knop hier beneden. En druk dan ook even dat belletje, dat blauwe belletje, dan krijg je een notificatie wanneer ik weer een vlog online zet. En dan wens ik iedereen een heel goed weekend en graag tot de volgende vlog. Doei doei!